Deze nieuwsuitzending, die betreft echt nieuws. En het echte nieuws van vandaag is dat ik vanmiddag een volkskrant in de handen kreeg geduwd van een jongeman. Die stond daar namens de volkskrant, allemaal mensen volkskranten in de handen te duwen. Die volkskrant heb ik mee naar huis genomen, doorgebladerd en het grote nieuws is, er staat helemaal niets in. Dus ik weet niet of je de Volkskrant nog in handen gaat krijgen. Van uh, zaterdag, wat is het, 19 mei? Ja, nee, ja. Nee, 18 mei, sorry. Zaterdag, 18 mei 1919. 2019. Nou, ik ben al lekker bezig, zeg. Maar er staat dus helemaal niks in. Niks schokkends. Niet, niet eens iets om je over op te winden. Ik denk na zich. Heb ik daar een volkskrant voor? Om het even goed samen te vatten. Ze willen het studiestelsel uh, voor de zoveelste keer gaan hervormeren. Zo? Ik denk, hou er toch mee op. We moeten ervoor zorgen dat een volger van een studie dat het dermate ingewikkeld is, dat 90% afvalt. Dan heb je gelijk veel minder studenten. Is het ook een stuk goedkoper. En alleen de allerbeste bolle, bolle, bolle boze, Die er echt helemaal ongelooflijk zin in hebben. Ja, die mogen we tegen een, uh, ja, een, een kleine vergoeding. Die ze eventueel later mogen betalen, dan mogen ze onderwijs volgen. Ja. Klaar? En ik vind dan wel dat ja, die mensen moeten een beetje fatsoenlijke woonruimte hebben. Hè? Maar nogmaals, als je de studie maar zo ingewikkeld mogelijk maakt, dat, uh, ja, ik zag laatste wel ik in de trein zat dus een meisje tegenover mij, zo helemaal met een blinktelefoon, en zelf was ook helemaal geblinkt. En met haar smartphone ging ze dan bellen met een vriendje en zei ze: Ja, met mij? Ja, Kan jij me van een station komen halen? Want het is zo lelijk weer met de haar haartjes helemaal. En van die schoentjes. En uh, gewoon zo'n lekkere shacklebol. Uh, nou, laat ik geen vieze woorden zeggen, maar. Uh, en die zat bij een universiteitsblaadje. En dan denk ik: Ja, meisje, meisje. Wat doe jij op het universiteitje tijdje? Een yeah. beetje je vriendje lastig vallen dat hij jou van het station moet komen halen, want het regent een beetje. Ja, yeah. Ik ben blij dat ik de vriendje niet ben. Nee, die hoef je niet, het, eh, niet te laten studeren, lijkt mij. Ik had hier al zo'n uh, zo jonge vrouw op bezoek. Uh, die deed dan milieukundetoestand, uh, milieugierne, Wageningen. En die was niet eens op de hoogte van de koolstofcyclus. Ik dacht ik, Jezus mijn Christus. God, zal me kraken. En die was al twee, drie jaar aan het studeren. Wat, wat, zei ze? wordt CO2 gereduceerd... tot koolwaterstof... door planten? Nou... Nah. Nou... Nah. Nou... Echt waar, zei ze? Kja. En dat studeert dan... op kosten van de samenleving. Ja, ha, ha 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 ha. Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij wist ik... op de, op de HAVO al dat... Planten CO2 reduceren tot koolwaterstoffen. En, en wist ik toen al het verschil tussen oxidatie en reductie? Even om het jullie uit te leggen: oxidatie betekent dat er zuurstof bij komt. Bijvoorbeeld met ijzer. Dan heb je, eerst heb je ijzer, dat heet Fe. Van ferro. En als dat verroest, dan is dat een vorm van verbranden. Daar komt energie bij vrij. En dan heb je Fe2O3 of zo. Sla maar maar dood. Dan weet ik niet meer precies hoe dat in mijn raas zat. IJzer heeft, dacht ik, twee. Nou ja, dat weet ik allemaal niet meer. Dan kan je maar zo nazoeken in het periodiek systeem der elementen. Ja. En dat heet oxideren. Oftewel in de volksmond uh, roesten. Ja. En van verroest ijzer, daar kan je weer gewoon ijzer van maken. Oh, dat wist je niet? Ja, nou bij deze dus. Dan moet je het reduceren. Ha, 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 ha. En Planten die doen dat met koolstof. We geoxideerde de koolstof, dat is een CO2, kooldioxide. Dan wordt de planten gereduceerd tot koolwaterstof. En daar groeien de planten van. Is er geen CO2, dan groeien de planten niet meer. Nee. Zal die geweldige idee om alle CO2 ondergronds te gaan oplopen slaan? Het houdt in dat er minder plantengroei komt. Nou, en wie is ervoor verantwoordelijk? Ja, bepaalde type mensen die hebben een gat waar normaal gesproken hersens moeten zitten. Een heel groot gat in een voorhoofd of achterhoofd. daar kan je doorheen kijken of zo. Maar het denkt niet echt na. Nee, precies. Nou, ik dwaal maar af. En dat stond niet in maar... ja, het volk, natuurlijk. Daar hadden ze dan over het leenstelsel. Dat moet weer aangepast worden. Nou, dan is er dat verhaal van die meneer Harberts. Ik ik ook even het kort samenvatten. Aan Harberts is gevraagd om een overzichtje te maken. van criminaliteit onder immigranten. En uh, nou, het kwam erop neer dat uh, ze keken naar aantallen, niet naar ernst, maar naar aantallen. En uh, winkeldiefstallen en beledigingen en vernielingen, dat was wel het uh, grootste deel. En dan een kleiner deel, dat, uh, dat was overig. Daar zaten bij moord, doodslag, verkrachting. in bezit hebben van kinderporno. en zelfs kinderverkrachting. Dat was overig. Dus uh, als er ooit uh, in de tijden van uh, Mark Dutroux uh, een onderzoek was geweest naar wat doen Belgen zo wel fout, dan was Mark Dutroux komen vallen onder de categorie overig. Nou, volgens Harberts is er allemaal helemaal niks aan de hand. En er is zeker geen sprake geweest dat ze die ernstige misdrijven. Uh, uh, ...in de rubriek overig hebben geplaatst... ...in de idee van... Uh, ...dan hoeven de mensen niet te weten... ...wat ze gedaan hebben. Ze zijn in de rubriek overig geplaatst... ...omdat het ging om uh, ja, niet zoveel als winkeldiefstal. Nee, dat zou ook even een leuke boel zijn. Hé? Dat die immigranten net zo vaak kinderen verkrachten... ...als dat ze winkels beroven. Ja, lijkt me nogal wie dus ...dat winkeldiefstal uh, vaker voorkomt... ...dan het verkrachten van een kind... Hé? Of een moord? Categorie overig. Oh nee, Hartmuts. Ik vind het ook. Uh, ik vind nu wel dat het gezeur voorbij moet zijn. En. Uh, ja, ik ben. Uh, kijk, ik ben, wat ben ik ook alweer? Hé, uh, hey, uh, dinges. Uh, dinges, uh, weet je ook alweer. Uh, kan je even vertellen wat ik ben? Oh, ik was staatssecretaris veiligheid en justitie. Nou, nou, precies. En uh, nou, ik ben nog steeds heel erg veilig bezig. Want uh, dingen zoals wat Mark Dutroux hebben gedaan. ja, dat scharen wij tegenwoordig onder de categorie overig. Zo, maar ik ben echt van justitie. Dus dat uh, betekent. Uh, wat is het ook weer? Hé, hey, uh, hoe weet je ook alweer? Uh, kan je me even vertellen van. Uh, wat is justitie ook alweer? Oh ja, van het Engelse. Oh, van, van, ja, van justitia. Ja, ja. Iets met recht of zo, weer, Rechtvaardigheid. Nou, daar ben ik helemaal voor. Hè. Ik vind het heel rechtvaardig. Want die asielzoekers die hebben het al zo moeilijk. En als je dan een beetje gaat vertellen dat er uh, moordenaars en uh, kinderverkrachters onder rondlopen. Nou ja, ze zitten al in zo'n verdom hoekje, verdorie. En ze komen hier naartoe. En, 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 en dan gaan we ze ook nog extra zwart lopen. Maar ja, zie je, maar, ik word er helemaal emotioneel. En uh, he, hoe heet je ook weer? Uh, Zo'n secondant die er bij hem staat. En he. hoe heet je ook weer? En wat het andere? Wat was het ook weer? Oh, veiligheid. Nou he. Jank, jank. Ja, de hele pagina van Harvard. Nou, die kan je ook lekker skippen. Maar natuurlijk hebben ze dat onderover geschoven. Natuurlijk. We zitten de Nederlandse samenleving kapot te maken. En die harbers, die doen lekker mee. En de Harbers doen het dan namens de VVD. En de SP die gaat het doen om iedereen verplicht te laten vaccineren met spullen die niet gecontroleerd worden van tevoren. Wij van de SP, we zijn uh, heel erg groen links. En, uh, ja, nee, dat zijn we dus niet, maar we zijn wel, uh, wel SP hoor. Dus, uh, met milieu en alles. En, uh, Sociaal, politiek en alles. Uh, Passivistisch. Uh, wij vinden dus dat je, als je voordat je overgaat tot uh, verplicht stellen van vaccinatietoestand. Nou, die vaccins hoef je niet te controleren. Dus gewoon uh, verzinnen en spuiten met die handel. En iedereen die niet meedoet, die krijgt straf van de SP. En daarmee doen we mee. Met de VVD, Want die vindt dat ook. Stond vandaag niet in de Volkskrant, maar had er wel in moeten staan. Ja. Rijden Volkskrant. En wat vindt ik nog? Oh ja, Rutte en een, een debat met Thierry Baudet. Nou, beide heren doen een beetje moeilijk zo van. En, en Rutte die wil dan, ja, ik wil wel een debat, maar dat moet dan wel op TV. En, en, uh, en dan wil ik niet dat, er, uh, dat, dat, die, uh, dat die, uh, die Thierry Baudet, dat die dan uh, een secondante meeneemt. Want uh, daar hou ik niet van. Ik wil het één op één van man tot man. Van man tot man? Wie is die andere man dan? Want Thierry Baudet, ja, dat lijkt me wel een man. Maar man tot man. Mark Rutte, een man. Die heeft niet eens kinderen. Laat staan een vrouw. Wat is daar maar weer mannelijk aan? Die lacht maar een beetje. Ik wil een debat van mond tot mond. Ja, en dan wil Cherry Baudet dat niet op TV. Waarom ben ik ook niet, maar. Oh, dat mag niet, er mag wel een camera bij zijn. Maar hij wilde dan wil ik een debat. In dat hele leuke restaurantje waar ze zo'n barretje hebben. En dan kan ik van tevoren lekker van die heerlijke. Daar hebben ze echt hey, lekker om: een stokbrood en pindasaus, kaas, dingen. Nou, dat, dat wil ik wel, uh, ja, daar wil ik wel een satéje of zo. Hey, toos, daar hebben ze toch die goede saté daar. Weet je dat ook weer in de rode hoed of zo. Nou ja, en Thierry Baudet wilde dan ook wel even een debat over Facebook. Toen denk ik, nou oh man, houd erop. Buraak. En die boer, die, die laat ik er lekker in, die knip ik er niet uit. Komt van de thee, ik zit niet aan de alcohol. Ha, 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 Het is wel, uh, ik had het wel even moeilijk vandaag hoor. Dat ik dacht, van, nou, hier was een volkskrant gratis in de handen gedrukt gekregen. Van zo'n jonge man die dan zelf uh, die Volkskrant niet las. Ze dus zei nee, dat, ik, ik lees die troep niet. Maar ja, ik sta hier ook alleen maar een beetje geld te verdienen. Ja, jongen, ik begrijp het wel. Kom, ge geef het maar een uh, papa Perry. Ik help je wel van dat blad af. En die jongen was ik er blij, hoor. Ik heb een hand gegeven. En, uh, ja, hij moest nog een paar uur op zijn benen staan. En ik ging lekker naast uh, met de Volkskrant. Nou, er staat helemaal niks in. Dus, dus, uh, totaal niks. Doe dat met die harberts. Had je anders verwacht? Uh, onderzoek naar criminaliteit onder immigranten. Ja, natuurlijk schuiven ze dingen als kinderverkrachting en moord en doodslag en chantage. Ah, jo, dat, dat, dat gaat in de categorie overige. Hoeft niemand te weten. Er zijn maar enkele gevallen hoor. Het gingen uh, drie verkrachte kinderen. Dus waar, waar maak je je zorgen over? Hey, er zijn 30 winkels uh, beroofd van spullen, waaronder een HEMA, een blokker. En ook nog iets met. Uh, oh nee, de V&D is failliet. Dat kan niet. Zeg, uh, hoe heet je ook alweer? Uh, uh, er staat hier V&D, maar dat kan toch niet? Oh, die was toen nog niet failliet. Oh, ja, dat oh, was 2018. Oh ja, nee, inderdaad. Nee, het was wel een V&D. Ja. Ga daar weer. Ja, en dat, dat leenstelsel van die studenten, dat was voorpagina nieuws. Ja. Nou, ja, dat was het dan. En voor de rest dan uh, ja, leuke dingen roepen. Over uh, leuke dingen. Zijn uh, botten verkocht van een dinosaurus. Ook erg interessant. En voor de rest... Oh ja, nog een columniste. In Amerika, daar zijn ze begonnen met het paal en perk te stellen aan het vermoorden van kinderen die zich nog bevinden in de buik van een vrouw. De bescherming van het leven, ook als dat nog niet geboren is, maar bezig is om geboren te worden. Wat ik er erg uh, voor, voor ben, dat vind ik uh, heel goed. En in Alabama uh, stellen ze dan nu dat als een arts zo'n verrichting verricht dan uh, dat is dat een misdrijf. Dat is uh, geen misdemeanor. Dat is geen overtreding. Nee, dat is een felony. Kan zijn hele carrière kosten. Denk mooi zo. En dan die, uh, die miep uit de volkskrant uh, mallen. Oh, is oh, een oh, oh, oh. Nou, dan ga je toch niet in Alabama wonen. Hier in Nederland mag het hoor. Zo dadelijk, terwijl het kind uit de baarmoeder komt. Daar zijn ze in andere staten van Amerika al mee bezig. Het kind is dan net geboren. Dan wordt het even terzijde gelegd. en wordt aan die moeder gevraagd, ja wat zullen we doen? Zullen we het wel laten leven? Of ja, ja als we het laten leven, dan moet je het mee naar huis nemen hoor. En dan, ja, maar ja, je kan het ook hier laten dan laten we het inslapen. Nou, en dan kan jij lekker naar huis. Ja. Nou, denk er maar even over na hoor. <laughs> Dat is geen geintje. Ik, ik had ook zo'n leuke discussie met uh, iemand. die dan heel erg uh, pro-abortus. Uh, pro-abortiaanse vrijheid is voor de vrouw. Die vertelde ik dit verhaal. Die was helemaal geschokt. En die zei. Nou, maar dat vind ik wel een beetje vreemd verhaal. En hoe kom je daar dan om? Zeg, nou, dat heb ik via internet gezien. Oh, internet. Oh, nee, uh, ja, op internet staat van alles. Ja, ja. Er was een, een filmpje van een Senaatszitting of zo, of een congreszitting, of hoe heet zo'n zitting? Ergens in een of andere staat van Amerika. Waar een vent met een mooi pak achter zo'n eikenhouten bureau met zo'n bordje daarvoor met zijn naam erop het woord vroeg en helemaal een toelichting gaf over het voorstel van de nieuwe wet. Maar omdat je die video hebt gezien via internet, zal het wel niet waar zijn. Nee, het was allemaal fake. Hè? Het was allemaal een hoax. Ga er weg. Maar die miep uit de volkskrant... Helemaal... Dan vond ik het wel weer leuk dat er dan uh, onder de vrouwen uh, zo'n uh, ja, zo opstandse beweging is gekomen. Dus ze hebben gezegd van nou, als wij dan niet meer mogen apporteren... dan uh, willen wij ook geen seks meer die uh, mogelijk kan leiden tot een zwangerschap. En dan denk ik, ha ah, wat een opluchting. Dan denk ik, he, he, dan zijn we eindelijk thuis. Want dat vind ik ook. He? Als jij als vrouw seks hebt. met het risico op een zwangerschap. He? dan moet je zorgen voor dat uh, voor kind. En als je niet wil zorgen voor het eventuele kind. dan moet je die seks niet hebben. Klaar! Kijk, als jij als vrouw. Doe je netjes uh, hou je bij in je agenda of op een kalender, dat lijkt me nog iets handiger. In je agenda moet je zo bladeren. In een kalender heb je meer een overzicht. En maak gewoon een ongesteldheidskalender. Die print hem even uit wat je in een spreadsheet hebt. Of je houdt het in een spreadsheet bij. En doe het even handig dat je van die blokken hebt van 28 dagen. Voor iets met de maanstand erbij of zo. En dan weet je ook gelijk of je een beetje synchroon loopt met de maan. Weet je, je bent een baas in eigen buik. Je bent een feministe. Nou, doe het dan. Heb een beetje kennis van je lichaam. En dan weet je, wanneer je ongesteld wordt, gelijk de eerste dag ongesteldheid, huppakee, kruis je erin. Dat je even in de gaten houdt van hoe lang ben ik ongesteld. Dat is ook wel handig om te weten. En voor de rest, temperaturen. En dat hoef je niet drie keer per dag te doen, maar. Ja, Ja... Doe het eens in de drie dagen of zo. Heb je gewoon zo'n lichaamstemperatuurmetertje. Dan doe je alleen maar zo'n dingetje in je oor. Pliep, Kijk je eventjes. Oh, 37,8. Even opschrijven. Klaar. Gewoon even bijhouden in je spreadsheet. Nou, en dan zie je zo die hobbel komen. Van, oh. En dan zie je je lichaamstemperatuur weer gaan dalen. Dat betekent dat de ijsprong geweest is. Nou, dan ben je weer lekker afgekoeld. En dan zie je dat jouw ongesteldheidsmomenten weer aankomt. Nou, en dan kan je tegen Piet zeggen, terwijl je dronken bent in de kroeg, van heb je zin om even te rampentampen achter de heg? Ja, dan kan je toch niet zwanger worden. Dat weet je dan zeker. Moet je wel een ruime marge nemen. Want sommige ijcellen, die, die komen wat later en die zijn nog steeds vers. Dus je moet niet een dag na de ijsprong al uh, gaan rampentampen achter de heg met Piet. Nou, je een week wacht of zo. En dan natuurlijk een condoom gebruiken, maar ja, die is voornamelijk tegen de schimmels. Condoom is altijd verstandig als je het zo vrijelijk doet achter de heg met Piet of Henk. Lijkt mij hoor. En gewoon geen seks als je weet als vrouw dat je risico loopt op een zwangerschap. En dan in Alabama mag je dus... Ja, nee, het is niet verboden om het te laten apporteren, want daar kunnen ze niks aan doen. Ja? Maar ze kunnen wel zeggen dat artsen die erop betrapt worden, dat ze dat doen. Dat is het uh, groot probleem voor zo'n arts. En daar komen sancties op. Misschien wel gevangenisstraf. Je hoort allemaal knallen op de achtergrond, maar dat is mijn bijzondere buurvrouw. Die is weer lekker bezig. Het is altijd een beetje luidruchtig. voor de rest niks aan de hand hoor. Het is een vrij goede flat. En, uh, er valt weer van alles om. Of zo. Maar tot nu toe heeft mijn plafond, haar vloer het gehouden. Dus dat zal vandaag ook alweer zo zijn. Dus ook wat dat betreft niks nieuws. In de Volkskrant is ook niet. Ik vond het wel leuk dat daar dus... Uh, dat die vrouwen dan eindelijk kiezen voor de verstandigheid. Namelijk uh, geen seks. Als er kans is op zwangerschap. Want je mag niet zomaar aborteren in Alabama. En in andere staten ook niet zomaar. Dan zijn ze al bezig met de hartslagwetgeving. Erg goed. Het is dus niet wat doen wat mij betreft, maar het is een beginnen. Als er een hartslag te meten valt, dan mag er niet meer geaborteerd worden. Klaar? Ik zou het nog wat eerder doen, maar... Uh, die grens leggen dan. Hè? Ik zou zonder meer willen dat, op, dat jonge vrouwen te horen krijgen. dat het verrichten. het laten verrichten van een abortus. een ontvruchting, een afdrijving. dat zijn ernstige dingen voor je lichaam. Zelfs het slikken van een morning after pill. en dan heb je conceptie gehad. Ja, en dan, dan zo'n pil slikken. Dat is iets anders dan een Smarties eten of zo, hè? Of een vitamine C-tabletje. Dat zijn zwaar toxische middelen, man. Ze geven je lichaam echt een ongelooflijke dreun mee. Dat moet je meisjes vertellen. Dat het gevaarlijke middelen zijn. Zo'n morning after pill. Dat... Ja. Als jij een baantje hebt of zo, hè, en je ontdekt dat je zwanger bent en je denkt er zo van af te komen met een morning after -pil, Ja neem er gelijk vijf vakantiedagen op. Ik zou niet, als je zo'n pil geslikt hebt, euh, naar je baas gaan om daar acht uur per dag te gaan lopen naar acht uur per dag. Je hebt ook je lunchpauze, dat telt ook nog mee. Zeg maar negen uur per dag naar nou, je reistijd erbij, tien uur per dag. Werken terwijl je een morning after pill in je bek hebt. Je nek hebt? Ik zou het niet doen. En dan blijf maar lekker thuis. Met een kopje rooibosthee en een gezellig boek. En dan niet 50 tot grijs aan u bij. We doen een gezellig boek. Een nijntje gaat naar zee of zo. Misschien dat ook weer niet. Want dat had je voor kunnen lezen aan je kind als het wel geboren was. Ja. Moet je maar wat anders gaan lezen. Of helemaal niks. Ga de planten maar water geven. En de woning opruimen. En nadenken waar je in godsnaam mee bezig bent geweest. Door jou in jouw buik te laten penetreren. met die lul van een lul. Ja toch, waar ben je mee bezig? Als je mijn dochter was, uh, nou, reken maar uit dat jij met mij, mij een gesprek had gehad, hoor. Of, of, of klaar, dur gezegd, stel dat mijn dochter dat zou doen. Wauw. En hetzelfde geldt voor het slikken van de pil. Sinds de jaren tachtig heb epidemiolo ik, heb, oh, tussen, even ik heb epidemiologie gedaan als vak. En epidemiologie is uh, niets meer dan statistiek. Waarbij de statistiek, de, de gegevens, die hebben dan te maken met uh, ja, noem het maar gezondheid en ziekte en dat soort dingen. Dus je moet ook een beetje verstand hebben van het menselijk lichaam. En ja, wat, wat zijn belangrijke parameters om mee te nemen in het onderzoek? Bijvoorbeeld, als je wil weten wat, het, uh, ja, wat de oorzaak zou kunnen zijn van uh, longkanker. Hè? Ja, dan hoef je niet een onderzoek te gaan doen. Dan hoef je niet te vragen aan de proefpersonen. van hoe vaak per week, per maand, per jaar knipt u uw teenagels. Want dat kan geen invloed hebben op of je longkanker krijgt of niet. Hè? Maar wel of je vogeltjes houdt in huis, bijvoorbeeld. Houdt u vogels in huis? Nou, dat is epidemiologie. En dat onderzoek naar longkanker, uh, uh, waarbij ze die vraag opgenomen hadden in de vragenlijst. Uh, voor de hand liggend is het natuurlijk ook om te vragen aan de mensen: rookt u? Uh, en zo ja, hoeveel sigaretten per dag? Uh, dat is ook dus meegenomen in een onderzoek van: houdt u vogels in huis? Toen bleek dat het houden van vogels in huis dat dat meer correlatie gaf met de diagnose longkanker dan het roken van tabak. En hoe kan dat? Nou, dat komt omdat in de vacht, de veder, vacht van een vogel, daarin bevinden zich schimmels. Dan gaat zo'n vogel zo, over die, die, die veertjes allemaal zo... en dan gaat hij zo schut, 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 schut. schut. Ja, en dan komen al die pollen van die schimmels... zijn dat pollen of hoe weet dat... Sporen heet dat. Al die sporen van die schimmels die komen er buiten. Ja, en die vogel is er weer vanaf. Ja. Maar jij ademt die sporen in. En die schimmelsporen die vinden alles wat een, wat een beetje warm is. En in je longen is het dan ook nog warm en vochtig. Heerlijk. Dan krijg je schimmelgroei in je longen. En even later heb jij een diagnose longkanker. Werdde? Anyway, ik heb epidemiologie uh, als vak gehad. Kon je een hele hoop punten mee verdienen. was ook een behoorlijke hoeveelheid werk. Het was geen eenvoudige wiskunde. Van alles werd erbij gesleurd. Maar ik was goed in statistiek. Dat was een hobby van mij. Ik heb daar een goed cijfer voor gehaald, iets van een acht of zo. Nou, wij kregen dus allerlei onderzoeken uh, ter beoordeling en wij moesten ze narekenen. En in 1983 is het onderzoek uitgevoerd door Sablewski uh, et al. naar de voorkomen van. en daar gingen het deze keer over. Nou, het ging over de diagnose borstkanker. en het gebruik van de pil. De anticonceptiepil, wat trouwens een foute naamgeving is. Want de conceptie kan je niet tegenhouden. Dus die, die houdt de anticonceptiepil houdt niet de conceptie tegen. De conceptie vindt plaats. Als ik het allemaal goed begrepen heb. De bevruchte eicel die stort naar beneden in plaats van netjes uh, aan te koppelen met de baarmoederwand. Want dat is het normale proces. De eicel die is, uh, die is dan gepenetreerd. Want een niet bevruchte eicel ja, die dondert zonder meer omlaag. Daar hoeft de baarmoederwand niet op te reageren. Dat is een onbevruchte eicel en die is, die is op. Je hebt die eisprong en dan is zo'n eicel dus een paar dagen goed. En die... Ja, en dan is die op. Dan, ja, dan had die bevrucht moeten zijn. Als dat niet gebeurd is, ja, doei. Ja, die gaat zonder meer naar buiten. Maar een bevruchte eicel, die geeft allemaal signalen af. Want ik ben bevrucht, ik ben bevrucht, wow, en dat lichaam die pikt die signalen op en begint dus de, de hormoonniveaus, spiegels heet dat. De hormoonspiegels in je bloed worden aangepast. Dat is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld. Daar dien je als vrouw, als man ook natuurlijk, heel veel respect voor te hebben. Maar als jij de anticonceptiepil slikt, dat is dus geen anticonceptie, want de conceptie vindt wel degelijk plaats, maar die pil, die, 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 pil, die pil zorgt ervoor dat die bevruchte eicel, net als een onbevruchte eicel, gewoon naar buiten rolt of vloeit. Dus het is een abortus in een heel vroeg stadium. En van die abortus heb je dan op zich niet zoveel last, maar je hebt wel last van het feit dat je dagelijks die pil slikt. Want wat bleek... Vrouwen met een borstkankerdiagnose onder die groep zat een veel groter percentage vrouwen dat de anticonceptiepil slikte. Dus er was een correlatie tussen het slikken van de anticonceptiepil en het oplopen van een diagnose borstkanker. Oh, mevrouw, het lijkt wel of u borstkanker heeft. En dan moet zijn arts zeggen: ja, gebruikt u de pil? En dan zegt ze een vrouw: Ja, oh, zegt de arts, ja, dat komt wel vaker voor bij vrouwen die de pil gebruiken. Zo moet je dat zeggen. Hè? En dan moet je de vrouw gewoon vertellen. Ook dat gedoe met, euh, als we, nou, er staat toch niks in de volkskrant. Hè? Behalve dan het artikel van die vrouw van euh, als we dat zo op moeten, en dat we niet zomaar kunnen apporteren. Nou, dan doen wij in onveilige situaties, Zal we die kinderen niet willen. Dan willen we ook geen seks meer. Dat is precies wat je moet doen. Als je geen kinderen wil, geen seks. Tenzij, uh, ja, kijk, als je ongesteld bent. Ja, ik vind het hartstikke vies om seks te hebben met een ongestelde vrouw. Stel, je hebt, je hebt opoe, hè? zo heet dat. Je hebt opoe, je hebt, hebt zo'n uh, rode flammoes, zeg maar. Nou, als Joris dan daarin tekeer wil gaan, ik vind het hartstikke smerig. Maar dan gebeurt je niks. Hoef je niet bang te zijn dat je zwanger wordt. Heus niet hoor. Maar heb je net je ijsprong gehad, of staat je ijsprong uh, op stel en sprong? Ja, nou, dan loop je het risico. Met of zonder condoom. En condoom condoomen daar kan ook van alles mee gebeuren, hoor. Ja, nou, dan moet je het gewoon niet doen. Dat is precies, dan is het, dan is het probleem helemaal opgelost. Snap je? Toch? Aan nou, het andere, HPV. Uh, Humano-papillonvirus. Dat wordt dan verantwoordelijk geacht voor baarmoederhalskanker. Daar hebben ze een middeltje tegen. En dan moet je je, je lieve dochter laten injecteren met Gardasil. Je mag ervan uitgaan dat de, het onderzoek naar de uitwerking van Gardasil... Dat is nog niet, de resultaten zijn nog niet bekend. Want het middel wordt pas toegepast sinds. Hier, sinds. Wanneer? Wanneer zijn ze begonnen met het injecteren van uh, jonge meisjes met gardeziel? Sinds. 2010 of zo? Nou, we zitten nu in 2019. En de uitwerking van dit soort operaties. dat kan jaren op zich laten wachten. He? Dat, is, dat is idee, met, uh, de, nou, idee. Dat onderzoek wat aantoonde. dat het slikken van de pil. leidde tot een hogere kans op borstkankerdiagnose. Dat werd pas kon pas vastgesteld worden. nadat vrouwen dat jarenlang gedaan hadden. dat slikken van die pil. En dan pas komt boven water. dat daar een keerzijde aan zit. Nou, dat geldt voor die Gardasiel. ook als dat een negatieve bijwerking heeft... of een negatieve werking heeft... dan kan je er wel even op lopen wachten... als die er is. Ik weet niet of die er is... maar dat is nu nog onduidelijk. Ja? Wat we wel weten... is dat vrouwen... waarbij de diagnose... baarmoederhalskanker is gesteld... dat die vrouwen... In meerderheid, is veel meer dan de groep waarbij dat niet gebeurt, hè, van, oh, hey, bij mij hebben ze nooit baarmoederhalskanker eh, vastgesteld. Ja, in die groep, hè, daar is minder promiscuïteit. Anders gezegd, promiscuïteit, en dat betekent seks hebben met Jan en alle mannen en de buurman. In die groep komt baarmoederhalskanker veel meer voor. Dus moet je tegen meisjes, in, als ze in de puberteit komen en, en de boel gaat kriebelen. dan moet je dat eerlijk vertellen. Want als jij het gaat doen met allerlei jongetjes, die ook allemaal heel nieuwsgierig zijn. wat ja, zou het toch zijn? Als ik dan mijn penen stop in zo'n meisje, dan uh, ja, krijg ik hem al terug. He. Dat is ook zo'n risico. Ja, Straks hapsen he, ze hem eraf. Eens gegeven blijft gegeven, zegt zo'n meisje dan. Ja, kijk, die kinderen gaan er natuurlijk mee spelen. Nou, jongetjes worden ook geil. Die meisjes worden ook geil. Maar leg het dan uit aan die meisjes. Want als jij je laat penetreren door Jan man en, uh, en het zoontje van de buurman... Ja, dan heb je een hogere kans op baarmoederhalskanker. Geldt trouwens ook voor mannen, en dat hebben ze geconstateerd... die vrouwen kunnen je lungen geven. Beffen heet dat. Orale seks. Ja... En als jij uh, elke maand uh, een aantal vrouwen uh, kunnielungiveert, lungiveert, kunt je beffen. En dan allemaal verschillende. Ja, na nou, één maand heb je niks hoor, niks aan de hand. Nee, maar als je dat uh, lang volhoudt, weet je wat je dan krijgt? Een verhoogde kans op keelkanker. Ja. Kijk, daar moet je het over hebben. Dan ben ik helemaal je man. Dat zou ik dus uh, seksonderwijs vinden. Nou, dat je aan kinderen uitlegt: van, kijk, seks is primair bedoeld op het creëren van nageslacht. Nou, en als jij er aan toe bent om te zorgen voor een kind. Dat denk je denkt: nou, ik ben er klaar voor. Je hebt een leuk baantje. En nou, als je dan een kind krijgt, dan moet je dat baantje eraan geven natuurlijk. Huh? Maar dat maakt er niet zoveel uit als je... Nou, je hebt een leuke kerel ontmoet. Uh, die is elektricien of elektrotechnicus. Of, of die werkt als putjeschepper. Of die zit in het afvalwezen. Of uh, die loopt met die vuilniszakken te sjouwen. Kortom, een steady baan. Ja, dan heb je toch geld. En wat heb je nou nodig in de maand? 1300, 1400 euro. Klaar. Als die vrouwen de hele dag thuis zijn... dan kunnen ze kleertjes naaien. Kunnen ze zelf doen. Hoef je niet aan de Primark. Want trouwens, als je een kind hebt, dan krijg je van Jan en allemaal, krijg je allemaal dingen aangeboden. Van, oh, heb je een kleintje? Oh, nou, we hebben nog wat rompertjes. Ja, we ja, hebben helemaal niks. Een pampers, nee, die zijn hartstikke duur. die hoef je helemaal niet te doen. En, dan dan hebben we toch katoen en dat maakt het nou uit. Die hebben zoveel werk. Ja, maar je bent de hele dag thuis. Dus, dus, we maken het jou uit. Een wegwerpluier, dat is handig als je naar Tante Jo gaat op visite. Dan neem je de wegwerpluiertoestand mee. Dat is handig als je dan gescheten wordt in de tuin van Tante Jo. Dan doe je eventjes, uh, hoppakee, ding in de vuilnisbak. Het lijkt me een heel gedoe om zo'n poepluier mee te nemen in de trein. Hè? Maar als het kind thuis in de rondte loopt, dan laat hem een scheid in een luier. Dan moet je een grote teil hebben. Die luiers even laten weken. En meewassen met de handdoeken, klaar. En je we schoon. Dat is, ja, niet zo moeilijk, man. Ik je kan toch leven van heel weinig geld. Nou, dan moet je klaar voor zijn voor dat kind. Ja. En dan ga je lekker seks hebben. En een goed seksleven, als je dat, uh, echt een goede partner hebt. Dan kan je met je vijftigste, dan kan je met je zestigste. Doe je nog lekker seks. Dan heb jij een lekker seksleven? Met je vaste partner. En dan loop je geen enkel risico. Dat is de normale gang van zaken. En dan heb je mensen, en die, die gaan dat dus doen met Jan en alle en de buurman. Ja, dan verhoogt de kans op allerlei narigheid hoor. Baarmoederhalskanker, keelkanker, syfilus, zeg maar. Aids. Weet je waar aids van komt? Hoogstwaarschijnlijk komt dat van het antibioticum gebruik. En mensen die dus promiscu aan de slag gaan. En, 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 oh, ik heb hier wat. Oh, ik heb nou een reu, Een druiper is dat. Oh, ik heb nou een druiper. Ja, dan krijgen ze weer antibiotica. En een half jaar later zijn ze weer de bok. Wat hebben ze dan weer? En, oh, even naar de dokter. Ja. Een aantal jaren lang antibioticum slikken. Hoppakee, afweersysteem naar de kloten. Dan krijg je Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ja, er stond toch niks in de volkskrant. Dus dit is het echte nieuws. <laughs> Wat helemaal niet nieuws is. Maar het zou mooi zijn dat ze dat de kinderen gaan vertellen op school: dat er een ernstig probleem is met recreatieve seks. Het is allemaal wel heel spannend en heel erg leuk. En uh, bijzonder aangenaam die keren dat het leuk lukte. Maar punt 1, als jij het als meisje met Jan en alleman gaat doen, maak je jezelf je er niet echt populair mee onder de jongens hoor. Ja, onder de eikels wel. Want die pakken jou ook graag een keertje achter het schuurtje of achter de heg. Maar die jongens die, die, waar je wat aan hebt, ja, die lopen jou voorbij. Die noemen jou een slet. Ja, dan gaat je kans op een goede man. Waar eindig je dan mee? Ja, maar dat is zo'n zak die alleen maar naar de Formule 1-races wil kijken zo. en een beetje loopt de zeiken tegen jou. Dat je denkt van, gadverdamme, ik wil scheiden. En dan ben je een alleenstaande moeder met zo'n koter en, en, ja, en dan heb je, ben je nog schuldig aan kindermishandeling ook. In mijn ogen. Dus daar moet je een beetje om denken. En dat moet je kinderen vertellen op school. Snap je? Maar dat was dus wel positief wat in de Volkskrant stond. In Amerika die acties zijn begonnen van seks waarbij er de vrouwen niet van plan zijn om van die kinderen te gaan houden. Dat die geen seks meer willen als er een kans bestaat op een zwangerschap. Dat mooi zo. Opgelost dat probleem. Want daar, daar zal het moeten beginnen. En dan terug naar het feit dat ze in een staat als Alabama, die wetten ze nog niet doorheen. Maar wanneer die gouverneur heeft meegetekend. Nee, volgens mij heeft die gouverneur getekend. Dat was een vrouw, by the way. K. Heet ze. Dan kan je heus een abortus uh, verkrijgen. Want een abortionist, ja daar hoef je toch geen, geen arts voor te zijn, hoor. Het enige wat je moet doen is je moet een beetje op gevoel uh, uh, met zo'n stofzuiger buis. Het heeft een hele mooie naam. Het, 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 niets meer dan een glazen buis van zoveel millimeter dikte. Ja, dat ligt er een beetje aan. Je moet weten hoeveel weken die, dat ongeboren kind is. En is het nog maar uh, ja, zoveel weken, dan kan je zo'n dun buisje gebruiken. En als het echt een, een beetje een forse uh, kind is, dan moet je wat dikkere buis hebben. Nou, heb je een vacuümpomp? En het beste kan je, als je dan toch laat doen, hè, laat dan die abortionist werken met een sonar. Of een sonar zo'n ding. Zo'n ultrasound, ultrageluid, zo. Um, dan een ding wat je ook gebruikt, normaal gesproken, als je de zwangerschap wil gaan voldragen. en dan wil je weten wat voor geslacht het is en of het bepertje wel goed is of zo. dan gaat er ook zo'n apparaatje op je buik, toch? Nou, zo'n apparaatje moet je even laten, mee laten werken. Zodat die man kan zien wat hij aan het doen is. Zal ik wel hem vragen. Niet dat hij zoiets dus iemand van. ja, ik heb het al zo vaak gedaan, ik doe het op gevoel. Dat, dat is erg link. Want als hij per ongeluk denkt. Dat hij aan de voeten zit te zuigen. Maar in plaats van. Uh, sleurt hij een stuk van je baarmoederwand. Uh, de vacuumpomp in. dan ben je de bok. Dat is echt heel verschrikkelijk. Als je een gat krijgt in je baarmoederwand. De, de, jongen, dan ben je de bok. Dat kan een hysterectomie opleveren. En dat betekent dat het hele handeltje eruit moet. Ja, dan kan je nooit meer kinderen krijgen. En je hormoonsysteem ligt totaal op zijn gat. Dan heb je jezelf van binnenuit kapot laten maken. Op je eigen verzoek. Stommeling. Kijk, en dat kan je natuurlijk niet verbieden. Je kan vrouwen niet verbieden om zich te laten apporteren door een of andere debiel die niet eens een sonar gebruikt. Om te kijken waar hij mee bezig is. Ja. Het is ons wel zo dat ze hebben het gebruik van de sonar, dat hebben ze als experiment ingezet bij de grote abortusfabriek. Ik kan er wel een fabriek noemen, wat produceren ze eigenlijk, behalve stamcellen van rijke Chinezen. Die worden verkocht hè, in Amerika, dus dat, dat geapporteerde materiaal dat wordt uh, zorgvuldig uh, verzameld en... Uh, uh, stukje voor stukje wordt het geordend en ja, het wordt verkocht. Voor onderzoek en ja, voor mensen die denken dat ze daar een gezondheidstherapie mee kunnen gaan opzetten. Oh. Dat is Planned Parenthood, zei dat. Leuk hè, gepland ouderschap. En wat is hun hoofdproduct? Nou, het verwijderen van kinderen die nog niet geboren zijn. Een plant parenthood die werkt in meerdere staten van Amerika. En het maakt hun niet uit hoor hoeveel uh, maanden zo'n ongeboren kind is. Die zijn nog in staat om het uh, te doen uh, van acht en een halve maand. Dat is geen enkel probleem. Hey, wij zijn uh, full spectrum dominance. Wij zijn van Planned Parenthood namelijk. U wilt van uw kind af? Of? Nou, kom bij ons. is geen geintje. En Planned Parenthood heeft een experiment gedaan met die, die sonor. En het is afgebroken. De mensen die dan zo'n abortus moesten uitvoeren. die konden dan op, de, op het camerabeeld. op het tv-beeld, monitorbeeld. konden ze zien dat die foetus. probeert. in zo'n situatie. probeert zo'n foetus weg te vluchten. Want die heeft au. Maar die kan niet praten, die fetus, Maar die kan wel proberen weg te vluchten. Dus die heeft die reflexen, die werken al van. weg. Je hoort niks. Maar je kan het wel zien. En dat leidde psychische schade op bij die abortionisten. Die, uh, ja, die kregen er moeite mee. En alhoewel het veiliger was voor de vrouw. Want die man weet dan beter, man of vrouw, die abortionist, die weet dan beter wat hij doet. Dus het positieve is dan voor de klant die van het ongeboren kind af wil. Maar ja, zoveel dienstverlening kon de Planned Parenthood organisatie zich niet veroorloven. Want uh, ja, de abortusplegers, inclusief assistenten, die zagen die beelden op die, op die schermen en die dachten, oh mijn god, waar zijn we mee bezig? En die namen ontslag en die wilden het niet meer doen. Dus hij plant parenthood, nou weet je wat, dan doen we die sonar toestand maar niet doorzetten. Want het kost ons te veel personeel. Dat je even weet hoe het zit. En dat staat niet in de Volkskrant. Nee, die heeft die mevrouw van de Volkskrant het ook helemaal niet over. Alleen maar dat zij zich verschrikkelijk aangetast voelt. Als, als, als vrouw dan, hè? in haar recht. Ja, het recht op wat? Het recht om je te gedragen als een debiel? En ik vind ook dat iedereen heeft, heeft het recht om zich te gedragen als een debiel. Maar niet als daar een ander aan sterft. Dat is mooi het einde. In Amerika dan mag je een wapen dragen. Dat is jouw keuze of je een wapen aanschaft of niet. Dat is je recht. En niet in alle staten, maar in New York mag het niet. Zijn er zijn bepaalde steden, dan mag het ook niet. Maar in Alabama, Alabama, mag het, dacht ik wel. En Missouri mag het, denk ik, ook. In Texas mag het zeer zeker. Maar je mag er niet iemand mee doodschieten. Nee. Ja, het zelfverdediging. Maar dat wordt heel. Uh, dat wordt uitgeplozen. Daar moet je dan mee oppassen ook hoor. Er was toch zo uh, Er stond toch niks in de Volkskrant. Maar eventjes, het was weer een paar jaar terug was er zo'n bewaker en er was een, 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 een iemand van Spaanse afkomst, een mestizo of zo, hè? en die had een baantje als beveiliger in een zo'n wijk waar uh, veel blanke rijke blanke mensen wonen. En die hadden dus die man ingeschakeld van hou jij de boel maar in de gaten dat had hij niet wat ingebroken en andere vervelendheden. Hè? Dus die man die liep zijn ronde. En er was een Negro-wie man. En die deed een beetje raar verdacht en zo. En die. Mestizo. Spanjool of wat, Hoe moet je dat niet mensen noemen? Ze zijn half bloed. Ja, ja. Vandaar mestizo. Dat is de, de goede term. Nou, die was erop afgestapt. En toen ging die Negro-wie man. Die ging heel vervelend doen. En die ging slaan en toestanden. En dus die, uh, die Mestizo-beveiliger. Dus, ja, die zat onder de blauwe plekken en de dikke ogen, man. Ach, die was echt in, in elkaar gebeukt. En hij lag dus op de grond en allemaal wonden aan zijn achterhoofd ook nog een keer. Hè? En toen heeft hij dus uh, uiteindelijk zijn pistool getrokken en die, die Neger uh, geschoten. En heeft hij een gesoden mee ermee gehad, man? Ah. Zelfs dan moet je er nog mee oppassen. Ja? ja, want je brengt een ander ernstig letsel toe. Nou, wat denk je dan dat je doet als je dan abortus laat plaatsvinden? Ja? Het is namelijk een ander. Die moeder die heeft in die zin geen spreken over dat kind. Als zij niet wilde zorgen voor dat kind, als ze niet bereid was om die zwangerschap uit te dragen, dan had ze geen seks mogen hebben. En als het tegen haar wil is geweest, dat is, dat, is heel, dat is heel erg tragisch. Maar dan nog betreft het een ander mens. En dan kan je grote problemen hebben met de afkomst en alles. En dat is heel verschrikkelijk. En ik ga verkrachting en alles niet goed praten. Verkrachting en incest, dat zijn dan de twee dingen. Nou, incest is ook verkrachting natuurlijk. Dat is heel verschrikkelijk, maar we grijpen niet naar het middel uh, Het is gewoon heel verschrikkelijk, maar we grijpen, we grijpen niet naar het middel Wat mij betreft dan, hè? Maar ja, dat is hoe ik erover denk. En dat staat niet in de krant. Maar in Alabama. Is het wel wet geworden? Sweet home, Alabama. I'm coming home to you. En die vrouw van de Volkskrant dan nog, ja. Uh, yeah. En al diegenen die voorstemden, die waren allemaal wit en ze waren man. Denk, wat is dat dan weer voor seksistisch-racistische uitspraak? Dat waren allemaal mensen hè? en die waren beëdigd. Uh, huppeltje Pup, hoe heet zo'n ding van een staat? Ik weet niet hoe dat heet. De hoofd van een staat is een gouverneur, dat weet ik wel. Daar ging het om. En dat ze mannen zijn en dat ze blank zijn, dat doet er helemaal niet toe. Wat wil ze dan? Wat wil ze daarmee zeggen? Behalve dat het seksistisch is en racistisch. En dat staat dan in de Volkskrant. Ja. Dus daar kon ik me dan nog wel een beetje over opwinden. Maar ja, aan de andere kant. Is... Dan denk ik, ja. Hè? Om even dan in haar terminologie van het seksisme dan terug te keren. Denk ik, ja. Het is een vrouw. En wat moet je daarvan verwachten? He? Je echt nadenken kan het niet. Dan weet je, ik wil het recht in mijn eigen buik. En, het, en anders wil ik geen seks als ik het risico loop op een zwangerschap. Waarmee zo'n vrouw dan niet beseft dat ze mij dan helemaal in de kaart speelt. En ik denk, hè, hè, wat een opluchting. dat scheelt een hoop geld hoor. Door de moeder van mijn kind heeft mijn tweede kind eventjes laten chopchoppen. Ja, wat heeft dat jullie gekost? hè? Wat denk je dat het kost, een abortus? Wat denk je dat het instituut in Den Haag kost? Oh, mijn kind van drie maanden. Nee, meer dan drie maanden. Op een drieënhalve maand. Ja. Dat heeft, een, dat heeft een bloedsomloop, een hartslag, een functionerend breintje. Hormonen werken allemaal, speeches doen het al. Totaal levend wezentje. Het is alleen nog niet geboren. Het moet even doorrijpen. Je had nog zes en een half een maand te gaan. Nee, vijf en een, half een maand te gaan. Dat was alles. Was het was meer dan een derde van de, van de voltooiing. Nou, een derde, ja. mijn dochter is al geboren met acht maanden of zo. En die kwam er totaal goed uit. Die hoeft ook niet in een couveuse. Dus. Ja, die was na 36 weken al klaar. Zoiets. Sinds die uh, termen gedacht was dat kind wat geapporteerd is al uh, meer dan 40%. Uh, totaal, uh, ja, er zat al hier nier, uh, alles. Uh, de lever, uh, de darm, uh, longen, uh, zeg maar. Alles was al in aanbouw, man. Dat is niet een van de klein dingetje van 2 bij 2 centimeter, ben je maar af? Dat was een behoorlijke operatie. Ik vroeg het nog aan die moeder. Hè, toen ze zo heel blij was. Nee, ik heb het lekker laten doen hoor. En dat kostte me helemaal niks. Nee. Nou, dat heeft jullie dus wel gekost hè? Jullie die hier naar luisteren. Nou, mag je nou vragen hoeveel dat was? Dat moet dat is een geintje van een paar duizend euro hoor. Ja, al die overheidkosten moet je meetellen. Zo'n instituut moet ook uh, een beveiligingsbedrijf moet erbij. En dat moet schoongehouden worden. En elektra en gas en dingen. En... Onroerend goed ja, Zeg het maar. Gemeentebelasting, rioolbelasting. Er moet ook nog iemand langskomen om alles te controleren. Eens en zoveel tijd. Dat kost ook allemaal geld. En dan doen ze zoveel van dat soort operaties. Uh, in de zin van uh, ja, een militaire operatie. Want ze doen niks anders dan ze. Uh, kill, kill. Ja. Ga maar uitrekenen wat het kost. Sluiten die handel. Als vrouwen het zo graag willen doen, en dan gaan ze maar op zoek. Maakt mij niet uit. Uh, Joris de Klojo. Maar vragen wel om dat Joris de Klojo met zijn vacuumpomp... Ja, want meer heeft die vent niet nodig. Uh, dat hij een sonor gebruikt, sonar, zo naar zo'n ultrasound apparaat, zodat hij weet wat hij doet. En dat hij dan die wegvluchtende foto's, uh, oh, Hij zet naar links, hij gaat naar links, bijsturen. I got you, I got you. En op naar buiten trekken die handel. En dat hij niet per ongeluk je baarmoederhals, want dat hij daaraan zit te zuigen... Besef goed welke risico's je neemt. Hè? Als jij zo'n abortus laat plaatsvinden, ...dat die man die kan, die kan net zo goed zijn ogen dicht doen ...hij zit een beetje te voelen. Zo, van, uh, uh, daar zit hij volgens mij. Ja, ja. Is het een jongen of is het een meisje? Ja, nee, nee, nee. Uh, Snap je? Die laat het toch niet doen door zo'n vent met zijn ogen dicht. Hè? Nee, wel met een beeldscherm erbij, AUB. Dat hij goed kan zien wat hij doet. Nou, maar dan laat je dat maar ergens doen. Uh, Wat die do waak je? Je kan het toch niet tegenhouden? Dat vrouwen zo dom willen zijn. Maar dat het niet langer gebeurt onder uh, het stempel van uh, deze abortuskliniek is goedgekeurd door de Nederlandse overheid. Zodat vrouwen daar naartoe gaan: van ja, ik wil wel een abortus laten doen. Maar dan wel dat ik een veilig gevoel heb, dat mij niks kan overkomen. Maar nou, punt 1, daar kan je dus wel wat over komen. Want ze doen het hier in Nederland ook niet met zo'n ultrasoundapparaat. Dat kan mooi fout gaan. En trouwens, de moeder van mijn kind die lag dus op de bijkom of bijkomstzaal. Mag je nog even bijkomen? Want ja, je, je wordt verdoofd. Je krijgt totale verdoving. Dan dus is die verdoving uitgewerkt. En dan mag je even bijkomen. Dan krijg je een kopje thee of zo en naast haar lag een prostituee uit uh, ja die, die kwam niet uit Waard. of Twello die kwam ergens uit Bolivia of zo of uh, zeg het maar Zuid-Amerika uh, dat zei de moeder van mijn kind dan hè? en tegen haar werd dan gezegd uh, van nou dit was de derde die we verwijderd hebben van jou en we zouden graag willen dat je het iets voorzichtiger doet hè, hè, beroepsmatig gezien is stuk lullen tegen Dovermans horen... want ja, als ze de vierde keer zwanger wordt... wat denk je dat ze dan kan doen? Gaan ze het weer doen en dan zeggen ze tegen die vrouw... Van, ja, dit is nou de vierde keer dat we dat doen. <laughs> en wij maar betalen. Hè? En dat die, die, die stupiditeit... die mag die volkskandame... aan het licht stellen. En dat zei dan eens... een paar weken bij die kliniek daar in Den Haag... bij die late abortussen. Laat ze daar even stage gaan lopen. Dat zij meekijkt. Als ze zegt, mag ik dan even meekijken met de sonar? Dan laat zij zich even gaan verdiepen in waar ze het over heeft. En dan mag zij weer een leuk verhaaltje gaan schrijven voor de Volkskrant. Maar ik vertel je nu al dat de inhoud van dat verhaaltje niet geaccepteerd gaat worden door de redactie van de Volkskrant. Want dat is veel te confronterend en dat kunnen we onze lezertjes niet aandoen. Hé? Nou dan. Kortom, in de Volkskrant van vandaag, zaterdag 18 mei 2019, stond helemaal niks. Met spanning gaan we wachten op de verkiezingsuitslagen van donderdag 23 mei. Kijken of er dan wat in de Volkskrant staat. <laughs> Waarschijnlijk ook helemaal niks. En ik vind wel die Thierry Baudet en die Mark Rutte, ja, die moeten wel opschieten met de keuze van het de debatvorm. Want dadelijk heeft het geen zin meer. <laughs> of doen ze het alleen maar om de spanning erin te houden? Zou de goede zin nog komen nu het weer zo kwalijk is? Ja, yeah, zou dat wel zijn? Ja, ja. Het zal mijn tijd wel uitduren. En tegen jullie zeg ik hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit uur lang geklets over het feit dat in de Volkskrant van zaterdag 18 mei 2019 uh, niks stond. Behalve, uh, ja, in Alabama uh, moet je als arts niet een abortus plegen, want dan kost je je carrière. Mooi zo, denk ik. Dan kost het ook geen geld aan de Alabamesen. Uh. Zo heet ze toch? Of alabama -mianen. Of Alabamadanen, denk ik. De inwoners van Alabama. Sweet home. I'm coming home to you. En dan zeg ik uh, tegen ook die mensen in Alabama. Of zijn hamburgers. Tjus. En dag, lieverds.